ja, dat is gewoon die strijd, die is enorm. Ja. En dat is echt super mooi. Jullie staan nu heel vriendelijk met z'n tweeën naast elkaar. Hoe is dat dan? Ja, dan hadden we niet zo gezamenlijk een interview gehad, denk ik. Nee. Nee, dat was wel apart geweest. Ja, dat is echt de strijd ja, die de je strijd. Leeft. En ja, hoe moet je dat uitleggen? Dat, voor mij kun je dat niet eens uitleggen. Nee. Want die is gewoon, op een gegeven moment, ja, die tijd die er over is, ga je in de middagpauze ga je, ja, even gauw het eten opeten. En dan ga je gauw even langs plooien kijken wat ze doen, of ze het wel eerlijk doen. Ja, of het niet vals speelt worden. En doen ze bij ons ook. Zo gaat dat gewoon. En dan alles waar je elkaar op kunt betrappen of nog ergens hout van daan kunt pikken wat hun eigenlijk willen hebben. Ja, dat is gewoon die strijd die is enorm. Ja. En dat is echt super mooi. Wijkeroep. Ja, de eerste 2 jaar hebben we nog wel gebouwd. En dit jaar is door de corona helemaal afgelopen. Dat is natuurlijk iets minder erg als dat het halverwege stopt. Maar ja, dat blijft natuurlijk niet leuk. Zijn jullie dan ook bang dat er een traditie verloren gaat? Nou ja, verloren. Zoals wij Espelona staan ook op de culturele erfgoed. Kijk, dat is natuurlijk niet zo dat het zomaar verloren gaat. Maar in wat voor mate, dat ja, alles wat minder, denk ik. Ja. Het hangt vooral van de grootte van het paasje af, denk ja. ik. Het zal sowieso doorgaan, want zo erg leeft het hier wel. Maar ja, wat voor vorm en hoe het allemaal eruit gaat zien, dat is nog wel een vraag, denk ik. De strijd blijft, maar wel op een andere manier. Ja. Ik denk dat het anders ingevuld gaat worden. Niet dat we zo graag willen, maar dat het zo gaat gebeuren. Nou, iedereen verlangt hier weer naar, zeg maar, om samen weer op pad te gaan en de paas te bouwen. Ook als je elkaar nog spreekt, hoe het kan, zeg maar, in deze coronatijd, dan je hebt het er altijd over met elkaar. En ja, je hoopt dat je volgend jaar weer kunt knallen en er weer tegenaan kan gaan. Maar het is wel echt gemist. En vooral nu, zo kort om Pasen, dan kun je echt in de buurt ook merken dat iedereen mist. En dat het rondje paasvuur wat iedereen doet om te kijken hoe het ervoor staat, dat ook gemist wordt overal. Het wordt echt bij je hier op het platteland, zeg maar. Overal waar je komt, praat je erover. Of een concurrent is of je eigen jongens. Je hebt het er toch steeds, hoe kort het Pasen is, dan denk je van, oh, anders waren we nu hier, anders waren we nu daar. Kijk. Ja, dat leeft alsnog wel. Jongens, we gaan ervoor. Kom op! Je zit met elkaar in de keten en iedereen is gelijk. En je helpt elkaar, je leert elkaar alles voor doen. En ja, elkaar een beetje oprooien. En ja, dat is echt die sfeer. En dat je dan later in de zomer met een tentfeest staat. Dat je met één grote groep één club bent. Dat is echt, dat zie je het paasvuur. En dat houdt de buurtschap bij elkaar.